Ja, oké, burgemeester is de loodjes aan het trekken voor de kerstboomverbranding. En dat doet ze heel goed. Mag ik wel zeggen? Ja, nummer 13 trekken. Oeh, wat een gek getal, nummer 13. Maar nummer 13 is ook een lucky getal, hè? Door naar nummer 12. Oké. Zojuist bij de burgemeester geweest in Hellevoetsluis, Milene Junius. Die heeft de taak op zich genomen om 20 loodjes te trekken. En die zijn uiteindelijk weer bedoeld voor aanstaande zaterdag voor de kerstboomverbranding. En daar zullen dus een aantal kindertjes worden daar heel blij verrast. Nou, dat was dus de loterijtrekking bij burgemeester Milene Junius. Later, Butch. Zo, sta ik voor het Helenium. En in afwachting op de komst van Kian, mijn kleinzoon. Zo, later. Allemaal bij onze club Stichting Verenigingswerk Hogesluis in Hogesluis uiteraard. Wat er gaat gebeuren is dat we zo meteen via een verkorte rondleiding langs sporen van de Tweede Wereldoorlog, die Art van Rijn hier links van mij gaat verzorgen, gaan we naar de vlakbedding en daar zal de onthulling plaatsvinden. Het vertrek hier vandaan willen we ongeveer over een minuut of vijf gaan doen. Dus als u zich dan klaar heeft gemaakt, dan gaan we over vijf minuten starten naar buiten. En daar vandaan, we zijn weer een grote club, dus hou Art goed in de gaten. Dat u goed niks mist van zijn mooie verhaal. Maar dan kunt u hopelijk nog iets moois meekrijgen van hoe Hellevoetsluis zich in de Tweede Wereldoorlog heeft, wat ze hebben ondergaan als onderdeel van de Duitse bezetting. Zo, iedereen naar buiten, dan krijgen we zo een kleine rondleiding. En uiteindelijk straks de onthulling. In gebruik genomen, want de Duitsers gebruikten de marinehaven. De voormalige marinehaven van Hellevoetsluis werd eigenlijk vanaf 1940 door de Duitsers in gebruik genomen. Ook de marinewerf, een deel van de marinewerf die hier was geweest, die was in 1932 trouwens al gestopt. Tenminste, de Nederlandse marine die was weg, maar de Duitsers die zagen er wel in. Die hadden hier ook verschillende flotilles liggen. En in de tijd gezien tussen 1940 en 1945 zijn dat er verschillende geweest. De Donau-flotilje, de Rijn-flotilje, het Maas-flotilje. Die hadden allemaal eigenlijk dezelfde taak. Het beschermen van de binnenwater, van de Zeeuwse binnenwater. Het begeleiden van schepen naar bijvoorbeeld de haven van Antwerpen. Maar ook het ruimen van mijnen in het Haringvliet. De Engelsen kwamen regelmatig mijnen droppen hier in het Haringvliet. Dat noemden ze gardening met een mooie kreet. En waar we stonden die flotilje eigenlijk uit. Want daar zijn er ongeveer 2000 voor gebouwd in Nederland en 20.000 andere werken voor gebouwd. En dit is een voorbeeld daarvan. Wat is dit? Dit is een waterberging. Hieronder is het veen, 1000 liter water. En hier komt ze naar beneden lopen. En hier een mooi pijpje daaronder, een kraantje. En voor water gaat worden. In de vesting, rond de vesting, waren 17 van dergelijke opvatten. Waarom? Dit was hier allemaal zout. Kijk, nu ziet u daar een mooi. Wat hierin stond was er zijn verschillende kanonnen in de taal, maar ook een 7,5 centimeter kanon, buitengemaakt kanon. En dat vuurde eigenlijk parallel aan de kust. Dat is een muur waar verder een flankeringsmuur, zodat het niet zo makkelijk in het schietgat geschoten kon worden. En dit werkte samen met drie andere stellingen langs het Haringvliet. Maar dit was de meest zuidelijke stelling. Er liggen er nog drie andere. Dus hier is een kaartje. Hier ligt momenteel een oud kaartje. Hier ligt momenteel de Haringvlietdam en met de sluizen. En er lagen er nog 1, 2, 3. Nog een vierde, maar die is al snel opgeheven. Er zijn nog drie andere. En ook in die andere stonden van dit soort bunkers, 6, 12, met flankerend gesloten. Het is zo groot. Het wordt ook door.
Zo, we zijn bijna op het laatste stukje van de route die we gelopen hebben. Nou, die meneer die kan het prachtig mooi vertellen. En zo meteen gaan we dan de onthulling doen. De Kerkstraat, daar lopen we nu. Verder trouwens wat in. Hij is langer misschien, maar dat is voor een andere keer. Hier in de vesting waren vier van dit soort beddingen. Twee bestaan er nog, dat is deze, die we nu helemaal hebben gerestaureerd. En dan is er nog eentje, ja, die helaas door de mist is die slecht te zien. En dit staat er precies op het punt. Als je er helemaal doorkijkt, dan zie je daar zo'n punt in het water. En daar staat een gebouwtje en daar zit ook zo'n luchtafweerbedding. En het type geschut wat erop stond was 2 centimeter vlak 38, dat is ongeveer de kreet. En 2 centimeter slaat eigenlijk op het doorsnede van de granaten. Dat kanon had een vuursnelheid bereiken van 180 granaten per minuut. En waar moest wel hakken. Zelfvernietigende munitie, niet onbelangrijk. Want wat je niet wil is dat als je niks raakt en de wetmeester niks geraakt, dat al die granaten zo ontploft om je heen. Ja, voor onze stichting een gedenkwaardig moment. Dat we dit mogen gaan onthullen. Het heeft een lange aanlooptijd gehad. Dankzij de erfgoedtafel Zuid-Holland zijn er gelden gevonden om dit op te laten knappen. Art heeft er veel werk aan gedaan om historisch onderzoek te doen. En met medewerking van de gemeente Hilversluis, collega ambtenaren, toevallig ben ik ook ambtenaar hier. Dat heeft niks met mijn vrijwilligerswerk te maken. Soms is het wel makkelijk om even langs te lopen, moet ik even bekennen hoor. Maar goed, Nathalie, die daar staat, heeft ook als projectleider gediend voor het hele, was zijn eerste bouwkundig project. Ja, dat is heel goed gedaan. We hebben nog een Kees Korsmit, die daar nog staat als externe projectleider om de boel een beetje in de gaten te houden. Want die aannemers, ja, je weet het allemaal natuurlijk, proberen natuurlijk een slaagje te slaan. Bart, wat ben je? Bart van Arms ook van harte welkom. Hartstikke goed werk, mooi werk geleverd. Maar goed, het is voor ons een heel mooie afronding van een mooi project. En is dat zo mooi? Want het is maar een klein object. We zijn net bij de 612 geweest, de grootste bunker in Hilversluis. Nou, is dat nog alles in Hilversluis? Ja, dat is alles. Maar vergeet niet, door de rondleiding die Art gegeven. Mooi stukje. Kanonwerk zeg. Wow. Zo, nog even een shotje van de winkelpand van Nico. Mooi hoor. Waarom Nico wil? Ja, dat is natuurlijk de betrouwbaarste ondernemer van, ik kan wel zeggen, van in ieder geval van Hellevoetsluis. Zo, dat was hem uit een dag van Wil. Vandaag donderdag de 11e januari 2018. Bedankt voor het kijken. Jullie hebben het gezien, hè? En de burgemeester geweest. Die heeft een aantal kaarten, loten getrokken. En dat is voor aanstaande zaterdag. Is dat, even kijken hoor, 11, 12, de 13e geloof ik. Want dan is de kerstboomverbranding en dan worden de kindertjes
Die worden geroepen en hebben een prijsje gewonnen. Nou, leuk toch? En dat wordt dan gedaan door wethouder Hans van Lid en niet door de burgemeester, want die is verhinderd. Nou goed, in ieder geval, ik zou zeggen, morgen weer een nieuwe vlog. En bedankt voor het kijken. En je weet het, zeg het voort. Laat Wil abonnees krijgen. Waarom Wil? Nee, gewoon leuk, leuk, leuk. En willen ze het niet? Ook goed. Ik vind het leuk om te volgen. Ook al is het soms heel saai. Of helemaal niks aan. Maar in ieder geval, ik vind het leuk. Hey.